Goedemorgen en baie welkom bij ons Oggend Oordenking. Ons is bezig in die boek van 2 Konings. So lees asseblief saam met my in 2 Konings 17 vers 27 en 28. Die Assyriese koning het toe beveel, stuur een van die priesters wat uit Samaria weggevoer is terug Israël toe. Hy kan die nieuwe mense leer hoe om die God van die land reg te eer. So het een van die priesters teruggekom na Israël toe en in Bethel gaan woon. Hy het die mense geleer hoe hulle die Here moet eer. Nu is iets interessant, die volk het verval in afgoderij. En eindelijk, als ons hierna kyk, is dit soos tradities wat op mekaar bou. Baie keer leef ons in een toestand van, my pa het die Here gedien, en my opa groeikie, en allemaal het die Here gedien. Maar ek staan self nie in verhouding met God nie. Ek ken God nie. So ons val amper in een traditie wat net godsdienst is, wat niks met God uit te waai het nie. Partij keer het ons nodig om dan weer terug te komen naar die waarheid toe. En dis wat hier gebeur het. Die priester is teruggestuur om die mensen te leer om weer in verhouding met God te staan. Om uit die traditie en afgoderij uit te komen, maar om God te ken. Is jy op een plek wat jy God ken? Is jy op een plek wat jy werkelijk in verhouding met hom staan? Om ken in al jou wee? Wat jy met hom praat dier die dag? Wat jy weet dat die Here is bij jou? Of is het maar net een traditie van ek weet daar is een God daar ver en omdat my voorouders hom geken het, hoop ek ook maar ek ken hom en hoop ek ook maar ek gaan hemel toe. Dit is nie Godse plan nie. Godse plan is dat ons in een intieme verhouding met Christus staan. Dat ek en jy hem kan ken. Dat ons levens om kan gee, dat hy nieuwe leven binnen in ons bring, en dat ons een nieuwe leven sal met hom begin leef. Het jy al jou leven oorgegee aan die Here? Het jy al op een plek gekom, wat jy gesê het, Here, ek wil jy moet Here van my leven wees. Ek wil jy ken. As jy nog nie het nie, wil ek vraag dat jy hierdie gebed sal met my bid, en jou leven dan so oorgee aan die Here. Kom ons bid saam. Here, dank jy vir die wonderlijke geskenk wat ons het. Van die werk wat jy gedoen het aan die kruis, en met die opstanding, en Here, dat U vir ons nieuwe leven brengt, dat U sê dat as ons in U glo, ons leven vir U gee, dat ons nooit weer sal sterf nie, en dat ons U sal ken. Here, ons sal vandag kom kies, en ons levens vir U kom neerle, en sê, Here, ons glo nie. Ons glo dat U gesterf het en opgestaan het, U sonde, ons sonde op U geneem het, en Here, dat U ons kom skoon was met U bloed. Here, ons kom vra dat U binnen ons kom woon en dat U een nieuwe leven kom bring, nieuwe wedergeboorte binnen in ons, zodat ons nieuwe mensen kan wees wat U ken. Dank U dat U dit doen en dat U dit beloof in U woord. En U sê dat elkeen wat U aangeneem het, U die reg gegee het om kinders van God genoemd te word. Ons gee ons levens oor aan U, in Jesus naam. Amen. As dit die eerste keer is wat jy dit gebid het, dan wil ek jou verwelkom in die familie van die Here. Skakel in elke ochtend en groei deur jou gees, zodat jy meer en meer kan leer wat die Here se plan met jou leven is. Dankie dat julle saam met ons gekyk het hierdie oordenkings. Onthou asseblief, morgenoggend is daar nie oordenkings nie, maar ons gaan wel ons dienste uitsaai, 7:45, 9:45 die ochtend. Wees welkom te kyk op Facebook, YouTube of op ons in-kerk webtuiste. Sien jou daar, tot ziens. As jy deur vandag se boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydrae.